Mijn rol voor de totstandkoming van de Fast Ferry is die van transitiebemiddelaar. Eigenlijk is dat de procesbegeleider om ervoor te zorgen dat de ferry uiteindelijk tot stand komt. Het grote voorbeeld voor mij is geweest de Fast Ferry op de Canarische eilanden, die door Fred Olsen Express uitgevoerd wordt. Wat je daar ziet, die hebben de economische ontwikkeling en de welvaart voor de eilandbewoners enorm bevorderd. Wat is nou zo'n Fast Ferry? Een Fast Ferry moet je zien als een snelle boot, tot wel 70 km per uur, die een zeesnelweg vormt. Je rijdt erop met je auto, vrachtwagens, bussen en die gaan zeg maar van land weer naar het dichtstbijzijnde punt op het volgende eiland. Dus je gaat hier met je auto aan boord van de ferry en je rijdt er op Curaçao weer af. Als je kijkt naar de ferries op de Canarische eilanden die onder deze maritieme omstandigheden kunnen varen, praat je over een 800 mensen, ruim 100 auto's en tientallen trucks, bussen en ander vervoer. Containers, dat zijn gewoon vrachtwagens straks. Het is een snelweg geworden. Je gaat over de weg tussen Curaçao en Bonaire. De baten van zo'n Fast Ferry zijn met name macro-economisch. Hè. Dus de economie van de eilanden zal enorme boost krijgen. Denk aan logistiek. Maar ook maatschappelijk heeft dat enorm veel betekenis. Wat straks de mogelijkheden worden, is dat je met je eigen auto gewoon een familiebezoek kunt, naar een specialist kunt op Curaçao, kunt werken, kunt studeren op een ander eiland. Dat worden allemaal mogelijkheden, want je kunt op de dag heen en weer met de Fast Ferry. Een Fast Ferry tussen Curaçao en Bonaire zal ongeveer iets meer dan een uur duren. Hou even rekening met anderhalf uur. Dat kan die drie keer per dag, zou één boot dat kunnen doen. Wij hebben te horen gekregen van de regeringen dat ze deze operatie graag als commerciële operator ingevuld willen hebben. Dus dan praten we over commerciële tarieven. We hebben daarvoor een marktonderzoek gedaan. En uit dat marktonderzoek bleek dat als je op de helft zit van de commerciële tarieven van de luchtvaart, dus Curaçao Bonaire $80 voor volwassenen en $40 voor kinderen en ouderen, dan is er al voldoende marktpotentie om deze operatie commercieel te kunnen doen, dus zonder subsidie te kunnen uitvoeren. Dat de ferry er nog niet is, dat heeft alles te maken met de politieke situatie. Op de Canarische eilanden hebben we te maken met één land, hier hebben we te maken met drie landen nu. We hebben Aruba, we hebben Curaçao en Bonaire Nederland. Het is een proces wat langzaam begint. We hebben de eerste fase afgerond. Dat was de studie over de haalbaarheid. Wat we daar gedaan hebben was met name de publieke randvoorwaarden creëren. Je kunt je voorstellen dat het heel ingewikkeld is om auto's van het ene eiland naar het andere eiland te krijgen. Als je dat nu zou doen, dan zou je eerst langs de douane moeten gaan, borgstelling betalen, allemaal papierwerk invullen en als je dan s'avonds weer teruggaat, moet je weer dat allemaal doen. Dat is een van de voorbeelden waarin de douanes en de immigratiediensten afspraken met elkaar gemaakt hebben om een operator snel heen en weer te kunnen laten varen. En dat was essentieel. Nou, dat was het eerste stukje. En wat we hebben gezien is dat Curaçao echt het voortouw wil nemen om verder te gaan. Bonaire heeft het ook omarmd en heeft aangegeven eigenlijk een separate ferry te willen. En Aruba heeft nog niet gereageerd om verder te gaan. Dus de status is nu dat we kijken naar de volgende fase. Welke operator zou een Curaçao Bonaire kunnen invullen? Daarvoor hebben we een marktverkenning gedaan. Die is bijna afgerond. En daaruit blijkt dat er twee operators zeer geïnteresseerd zijn om de ferry in te vullen. Dus dat is weer een stap dichter bij de realisatie van de ferry. En dan denk je, nou, dan begint dat toch? Nee, zo makkelijk is dat niet, want dan moet er een concessie gerealiseerd worden. Een concessie is het recht dat je gedurende een bepaalde periode de ferry mag opereren. Je moet voorstellen, er moet minimaal zo'n 50, 60 miljoen geïnvesteerd worden. Een operator die zegt van ik ga 60 miljoen betalen, die zegt mag ik dan wel de periode hebben waarop ik
dat geld terug kan verdienen vanuit de operatie. We zijn nu aan het zoeken van hoe we eigenlijk in een versnelde procedure, 3 tot 4 maanden, samen met de geïnteresseerde operator, dat proces kunnen versnellen om dat concessie, die aanbestedingsprocedure in te vullen, samen met overheden en met de operator. Dus dat is ook weer een uniek iets. En stel dat we dat klaar hebben, dan zou het binnen een jaar, op zijn vroegst, zou die ferry kunnen varen. Het lukt als iedereen meewerkt, als de eilanden het willen, als de publieke diensten de randvoorwaarden kunnen invullen en de operator wil investeren om een winstgevende operatie uit te voeren. Inderdaad zijn er partijen zoals Divi en Don Andres die nu natuurlijk al een stukje van dit vervoer invullen. Wat ik hoor is van ja, die zullen wel tegen zijn. Wij hebben vanaf het begin Don Andres daarbij benaderd. Don Andres doet nu containervervoer. Dat is duur, want hij moet met kleine bootjes al die containers ophalen. Ik geloof dat een container nu ongeveer $1600 kost. En straks met de ferry is het een bijproduct wat je voor $200 in vervoer van een container kunt regelen. Voor Don Andres is het dus ook belangrijk dat de ferry er komt, want daarmee kunnen zij het vervoer van containers veel goedkoper naar Bonaire krijgen. Een van de issues op dit moment, met name voor Bonaire, is ook de havencapaciteit. Kralendijk, met de cruiseboten, daar kan de ferry niet goed aanmeren. Omdat daar geen ruimte is en omdat als de cruiseboten er liggen, dan kan de ferry daar niet tussendoor aanvaren. Dus dat is wel een issue. Daar hebben we ook voorstellen voor gedaan. Er wordt gesproken over webontwikkeling, de ontwikkeling van het webterrein, mogelijk iets bij de luchthaven. We hebben oplossingen voor drijvende havens aangeboden. Dus daar zijn nog wel besluitpunten van het bestuurscollege. Dus dat is wel een van de kritische paden van het hele ferryproject, is dat er ook wel een haven voor de ferry beschikbaar moet zijn. De maritieme omstandigheden hier die zijn best wel ruw te noemen. Daar krijg ik ook heel veel vragen over. Mooie Canarische eilanden hebben dezelfde meteorologische omstandigheden, tussen golven tussen de 3 en de 5 meter. Zeeziekte praat je over, maar met de boten die groot genoeg zijn en snel genoeg zijn en de tijdsduur die kort genoeg is, kun je dat voor een groot deel voorkomen. Het is bewezen op de Canarische eilanden en we hebben gezien wat daar de maatschappelijke en economische effecten zijn geweest. Ik ben er al 8 jaar voor aan het vechten, vanuit passie en vanuit het belang wat dit voor de eilanden betekent. Ik schat hem in op 50% en als het aan mij ligt, komt hij er.